Welkom bij het verleden van Utrecht. Vandaag gaat het over de universiteit, het ontstaan ervan. Dat gebeurde in 1636, bijna 4 eeuwen geleden. Tegenwoordig werken er bij de Universiteit Utrecht 8.500 mensen. En 30.000 studenten volgen er onderwijs. Het is een van de grootste universiteiten van ons land. Maar het is uiteraard niet altijd zo geweest, want het begon heel klein en het begon rumoerig. Hier, rustig. Dit is niet goed. Die vrouw daarbinnen, die heeft een gedicht geschreven ter gelegenheid van het ontstaan van de universiteit. Daar is ze voor gevraagd. Maar in haar gedicht heeft ze forse kritiek op de universiteit, want vrouwen zijn hier niet welkom, ze worden niet toegelaten. Maar wat doet zij daar dan, deze Anna-Maria van Schuurman, tussen al die mannen die de opening van de universiteit vieren? Anna-Maria van Schuurman wordt geboren in Keulen in 1607. Haar familie is rijk en streng gelovig. Ze hebben 3 kinderen, 2 jongens en de jongste is Anna-Maria. Studie is belangrijk. Vader Frederik onderwijst zijn zoons al van jongs af aan. En dan vooral Latijn, want dat is de voertaal van geleerd Europa. De ouders van Anna-Maria zijn protestant, in die tijd een vrij nieuwe stroming in het christelijk geloof. Dat leidde ertoe dat het gezin van Schuurman vanuit het katholieke Keulen moest vluchten naar Utrecht. Want in de noordelijke Nederlanden was een protestantse republiek tot stand gekomen. Ze komen hier te wonen, achter de Dom, in dit huis. En achter die ramen, daar moet vader Frederik hebben gezeten als hij zijn zonen les gaf. En Anna-Maria, die schoven altijd stiekem naast. Laudo. Laudo. Laudas. Laudas. Laudat. Laudat. Laudamus. Laudamus. Laudatis. Laudatis. Laudat. Laudat. Laudant. Goed zo. En nu de vocatieve vorm. Laudate. Ja, nog een keer. We doen het nog een keer. Begin maar bovenaan. Laudo. Laudas. Laten we... Laudate Domino. Al snel blijkt dat Anna-Maria heel goed kan leren. Ze wil graag verder leren. Haar vader is niet zo enthousiast over dat idee, want wat moet een vrouw nou met al die kennis? Intussen willen haar broers en haar vader zich inschrijven bij een universiteit, want ze zijn thuis uitgeleerd. Maar Utrecht heeft er dan nog geen. Al in de 15e eeuw waren er plannen voor een universiteit. Maar geldzorgen en andere beslommeringen maakten dat de stad alleen een gymnasium had. Leiden kreeg een universiteit en Groningen en Franeker. Maar in Utrecht lukte het niet. Een ongelooflijk gemis, dat vindt ook de Utrechtse vroedschap, zeg maar het college van burgemeester en wethouders in die tijd. Er zijn veel goede redenen om een universiteit in je stad te willen. Een hele praktische reden is bijvoorbeeld de grote toestroom van hoogleraren en studenten. Dat spekt lekker de kas van de middenstand. En aanzien, aanzien van de stad zelf. Utrecht is sinds de vroege middeleeuwen het religieuze en intellectuele centrum van de noordelijke Nederlanden. En dat zo'n belangrijke stad geen universiteit heeft, dat is eigenlijk ondenkbaar. En verder hadden ook veel mensen echt grote behoefte aan kennis. Dat is geen recente ontwikkeling. Na het jaar 1000 is de wereld veranderd. De katholieke kerk en de adel moeten langzaamaan hun macht gaan delen met de opkomende steden en de burgerij. Steeds meer mensen willen leren lezen en schrijven. En ook de roep om hoger onderwijs wordt groter. Bovendien is er behoefte aan internationale diploma's. Een graad waarmee je overal terecht kan. Universiteiten die sinds 1200 in Europa worden opgericht, kunnen zo'n graad verlenen. Begin 17e eeuw zijn er 130 universiteiten. 130 universiteiten en niet in Utrecht. Frederik van Schuurman wil er niet langer meer op wachten. Hij wil zo graag aan een universiteit studeren dat het gezin naar Franeker verhuist. Want in Franeker heb je dus wel een universiteit. In Franeker geeft vader Frederik van Schuurman zijn verzet op tegen de ontwikkeling van zijn dochter. Anna begint te studeren, aan huis.
Maar dan slaat het noodlot toe. Plotseling overlijdt Frederik van Schuurman, maar voordat hij zijn laatste adem uitblaast, laat hij Anna beloven om nooit te trouwen. Zo'n belofte staat in die tijd gelijk aan een belofte van kuisheid. En Anna, die diep religieus is en als kind boeken over het martelaarschap verslond, neemt het verzoek van haar vader heel serieus. En wat de motivatie van haar vader ook geweest is, er is nu niets meer in haar leven, zoals een man, dat haar nog af kan leiden van het studeren. Als ze met de rest van het gezin na een paar jaar weer terugkeert naar Utrecht, blinkt Anna niet alleen uit in Latijn en theologie. Ze kan schilderen en beeldhouwen, kalligraferen en borduren en zelfs componeren. Ze blijkt een talenwonder en maakt zich naast Latijn en Grieks ook Engels, Frans, Hebreeuws, Chaldeeuws, Syrisch, Perzisch en zelfs Ethiopisch eigen. En van dat laatste, Ethiopisch, bestond geen grammatica en dat maakte ze dan gewoon zelf. Ze was dus goed in talen en dat oefende ze door bijbelteksten op te schrijven in allerlei verschillende talen. En dan heb ik hier dus een papiertje van haar. Dan staat het hier in het Hebreeuws. Syrisch zie ik staan. Arabisch. En daaronder, als je heel goed kijkt, staat ook nog haar naam. Overal haalt Anna-Maria boeken vandaan. Zo leent ze veel boeken van haar nieuwe overbuurman Gijs Voet, die daar om de hoek woont, een streng calvinistische predikant. Hij heeft een bibliotheek met 4700 boeken en Anna loopt binnen de kortste keren de deur bij hem plat. En hij was niet zomaar iemand. Hij wordt later bekend als Voetius, de belangrijkste theoloog van dat moment. Voetius is door het stadsbestuur Utrecht binnengehaald. Het hoopt op die manier de komst van de universiteit te versnellen. Want de tij is gekeerd. De reformatie heeft ervoor gezorgd dat katholieken op belangrijke posten zijn ontslagen. Hun plekken worden ingenomen door protestanten. Maar die zijn nog lang niet allemaal geschoold. Er is zo snel mogelijk een universiteit nodig om de protestanten op te leiden. Anna-Maria verkeert ondertussen in invloedrijke kringen. Ze correspondeert met bekende schrijvers, dichters, denkers. Zoals Constantijn Huygens, P.C. Hooft, René Descartes. Al snel is Anna-Maria van Schuurman een fenomeen. Ze wordt zelfs incognito bezocht door de Zweedse koningin Christina. En dan is het eindelijk zover. Utrecht krijgt het octrooi dat nodig is voor het oprichten van een academie. Anna-Maria krijgt in haar eigen stad een universiteit. Als locatie voor de colleges wordt de kapittelzaal gekozen. Dat was altijd de vergaderzaal van de katholieke kanunniken van de Dom. Maar die zijn, net als alle andere katholieken, op straat gezet. En dit is dus die zaal. Dit is nu de aula van het academiegebouw. Maar hier werden de allereerste colleges gegeven. En de zaal werd dan ook in tweeën verdeeld, hè, met een wand ertussen. Buurman Voetius wordt hoogleraar aan de universiteit. En Anna-Maria wil zo graag colleges bij hem volgen. Ze kent hem notabene, ze zit zo dicht op het vuur. Maar helaas, vrouwen mogen niet studeren. Gelukkig is Voetius op zijn beurt weer een groot bewonderaar van zijn overbuurvrouw. Hij doet iets wat het leven van Anna voor altijd zal beïnvloeden. Hij vraagt haar om een gedicht te schrijven, om de opening van de academie te bejubelen. Anna-Maria schrijft een keurig gedicht waar niets op aan te merken is, behalve de laatste twee regels. Want daar schrijft ze, maar vraag je misschien, wat heb je op je hart? Wel, vrouwen worden niet tot de universiteit toegelaten. Nou komt dat misschien niet heel heftig over, maar reken maar dat dat not done was in die tijd. En zeker niet voor een vrouw. Op 26 maart is het zover. In de Domkerk wordt de feestelijke opening gevierd met gasten uit binnen- en buitenland. De een na de andere spreker dient zich aan. Anna-Maria staat klaar om haar gedicht voor te dragen. Het is mij een groot genoegen dat ik op deze dag het woord. Maar ongenode gasten weten de Domkerk binnen te komen. En daarom wil ik het woord aan Anna-Maria van Schuurman. Heren, rustig! Heren, heren!
ontstaat een opstootje in het publiek. En het tumult is te groot. Haar voordracht gaat verloren in het lawaai. Als je denkt dat dat het was voor Anna-Maria? Oh nee, zeker niet. Alle voordrachten van die dag worden alsnog gedrukt en verspreid. Zo ook het gedicht van Anna-Maria. En in heel Europa wordt gereageerd met betogen, gedichten en liederen. En dat blijft niet zonder gevolg. Anna wordt nog bekender dan ze al was. En zo'n beroemde stadsgenote die kan natuurlijk niet geweigerd worden bij de colleges. Dus Fuchsius bedenkt een truc. Ze mag zich niet inschrijven als studenten, maar ze mag wel meeluisteren. Voor een nis in de muur wordt een gordijn gehangen en daarachter mag Anna dan zitten. Zo kan ze onzichtbaar voor de aanwezige mannen toch college volgen. Dat betekent niet dat elke vrouw nu college mag lopen. Anna-Maria wordt als een grote uitzondering beschouwd. Een wereldwonder en zeker niet representatief voor alle vrouwen. Het duurt nog bijna 250 jaar voordat Aletta Jacobs ingeschreven zal worden als de eerste officiële vrouwelijke studente. De tijden zijn natuurlijk compleet veranderd. Je hoeft als meisje niet meer achter een gordijn te zitten als je onderwijs wilt volgen. De universiteit is enorm gegroeid, onderwijs is anders, wetenschap en religie gaan niet meer samen. En Latijn is niet meer de voertaal tijdens de colleges. Toch zijn er nog dingen hetzelfde. Studenten willen nog steeds dat papiertje waarmee ze ook in het buitenland terecht kunnen. En de Universiteit van Utrecht doet het behoorlijk goed. Ze staat nummer 1 van Nederland en 11 van Europa. Of Anna-Maria zich thuis zou hebben gevoeld in deze tijd, dat is natuurlijk maar de vraag. Maar ik denk dat ze zich best vast had willen bijten in onderwerpen als klimaat of duurzaamheid. In ieder geval zal ze de vrijheid fantastisch hebben gevonden. Volgende week in het verleden van Utrecht, Woerden en het rampjaar